In dit filmpje over getallen tot 1000 zoek ik een antwoord op deze vragen. Hoe zoek ik van een getal het vorige en volgende getal, tiental en honderdtal? En hoe zoek ik van een getal het dichtstbijzijnde tiental en honderdtal? Ik begin met het vorige en volgende getal. Je ziet hier het getal 739. Tussen welke twee getallen zou dit getal op de getallenlijn liggen? Het gaat hier om een eenheid. Ik doe bij die eenheden er dus eentje af en dan heb ik het vorige getal. En als ik er eentje bij doe, dan heb ik het volgende getal. Ik ga op zoek naar het vorige en volgende tiental. Ik duid dat woord tiental aan. En ook in het getal duid ik aan tot waar de tientallen komen. Een tiental is een getal dat eindigt op minstens 1,0, en je ziet dat dat hier bij dit getal niet het geval is. Er staan 7 eenheden. Die zijn er eigenlijk te veel. Ik doe er dus eenheden af en ga naar 6 eenheden, 5 eenheden, 4 eenheden, tot ik aan 0 eenheden kom. En dat is mijn vorige tiental. Ik kan bij die 7 eenheden ook eenheden bijdoen tot ik aan 0 kom. Als ik dat doe, krijg ik dit getal. Nu kan je de controle uitvoeren om te kijken of je de juiste tientallen hebt. Tussen die twee tientallen zouden er namelijk 10 eenheden moeten zitten, precies 1 tiental. In dit geval is dat zo. Dus mijn getallen kloppen. Nu ga ik op zoek naar het dichtstbijzijnde tiental. Je ziet hier het getal 827. Het vorige tiental is 820 en het volgende tiental is 830. Om van 827 naar 820 te gaan, doe ik 7 eenheden weg. Om van 827 naar 830 te gaan, doe ik 3. Eenheden erbij. 830 ligt dus dichter bij 827 dan 820. Ik kan ook het vorige en volgende honderdtal berekenen. Ik duid dat woord honderdtal aan. En ook in het getal duid ik aan tot waar de honderdtallen komen. Een honderdtal is een getal dat eindigt op minstens twee nullen. Die 8 tientallen en 6 eenheden zijn hier dus te veel. Ik doe ze eraf en dan krijg ik het vorige honderdtal. Doe ik er wat tientallen en eenheden bij, in dit geval 14, dan kom ik aan het volgende honderdtal. Ik doe de controle en je ziet precies 100 bijgekomen. Nu ga ik op zoek naar het dichtstbijzijnde honderdtal. Je ziet hier het getal 286 staan. Het vorige honderdtal is 200 en het volgende honderdtal is 300. Om van 286 naar 200 te gaan, doe ik 86 weg. Om van 286 naar 300 te gaan, doe ik 14 bij. 300 ligt dus dichter bij 286 dan 200. Nog enkele tips om je oefeningen vlot te laten verlopen. Duid met een markeerstift zeker de woorden getal, tiental en honderdtal aan. En gebruik de controle.